mensen, welkom bij onze nieuwe vlog. Vandaag gaan we het hebben over vuurwerk. Dan wat hebben wij voor vuurwerk hier? We hebben potten, we hebben pijlen, we hebben potten. Is vuurwerk veilig? Ja, meestal wel, maar soms gebeuren ongelukken. Ja, zijn er dan erg ongelukken? Ja. Wat voor categorieën vuurwerk zijn er allemaal? Je hebt drie categorieën. Categorie 1 is dit. Dit mag je het hele jaar kopen en afsteken. Categorie 3, daar heb je heel veel verschillende harde vuurwerken. Zoals potten, matten, cobra's. We gaan nu vuurwerk afsteken. Het wordt leuk. Wat heb jij hem opgemaakt? Ik heb hem niet open. Lina, hier, film je? Ja. Kom er eens even bij. Jongens, wat is hier aan de hand? Niks. Wat is dat dan? Vuurwerk. Mag dat zomaar? Ja. Ze hebben illegaal vuurwerk afgestoken. Nu worden ze misschien aangehouden. Ik heb al gelezen wat er op dat doosje staat. Door de politie. Wat staat er dan? Verkoop vanaf 12 jaar. 12 jaar? En hoe oud zijn jullie? 12. 12. Ik ben 13. Oké, nou dan gaan we dat eens even controleren. Heb jij een legitimatiebewijs bij? Nee, ik heb hem niet. Nee, nou, jij kan hem ook niet bij me. Geef je naam maar dan. Henk. Volgens mij heet jij geen Henk. Het is de bedoeling als je dit soort vuurwerk afsteekt dat er iemand bij is die 12 jaar of ouder is. Dat is ook voor de veiligheid, hè? Maar wat wij zo meteen gaan doen is we gaan even netjes alles opruimen. En dan gaan we eventjes met jullie ouders praten, want dit kan zomaar niet natuurlijk. Okay. Mogen we er nog eentje afsteken? En deze? Deze? Nee, natuurlijk niet. We gaan nu alles opruimen wat we allemaal hebben afgestoken. Dat is wel voor niks. Ik wil zeggen dat we er even mooi op. Wij willen ook weer een gesprek met onze ouders. Weet je wat we gaan uitpakken? Letters!